Sinds de zomer is het aantal coronabesmettingen weer fors opgelopen. En zijn er nieuwe contactbeperkingen ingesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de druk op de zorg te verminderen. Wat betekent dat voor de economische vooruitzichten? De nieuwe coronagolf heeft een negatief effect op de economie in de laatste maanden van dit jaar. Vooral in sectoren als het toerisme, de horeca en de evenementenbranche. Afgelopen zomer is de economie juist sterker opgeveerd dan we hadden verwacht. We verwachten nu voor dit jaar een krimp van ruim 4%. Volgend jaar groeit de economie weer met bijna 3%. De arbeidsmarkt reageert altijd vertraagd op herstel. Daarom verwachten we dat er ook volgend jaar nog mensen zijn die hun baan zullen verliezen als gevolg van de coronaklap. Dat is onze basisraming, waarin we ervan uitgaan dat de tweede golf onder controle komt en het virus niet opnieuw opleidt. Maar het verloop van de pandemie is heel bepalend, dus de onzekerheid rond die raming is groot. Daarom hebben we ook een scenario gemaakt waarin er nieuwe coronagolven volgen. In zo'n scenario krimpt de economie ook volgend jaar en loopt de werkloosheid verder op. We hebben ook een update gemaakt van de verkenning van de economische ontwikkeling na 2021. Daarin veronderstellen we dat de economie tot 2025 geleidelijk herstelt van de coronaklap met een groei van 1,5% per jaar. De staatsschuld stabiliseert ongeveer rond de Brusselse norm van 60%. De koopkracht neemt in deze periode niet toe. Een stijgende werkloosheid, een stagnerende koopkracht, het is best somber allemaal. In veel andere landen komt corona nog veel harder aan. Als je het zo bekijkt, doet de Nederlandse economie het eigenlijk nog best goed.